dinsdagavond ondertussen. Want ik had geen energie vandaag meer. Maar sowieso had het tussendoor al wat geregend. Verder was het ook best nog wel aardig weer. Alleen uiteindelijk had Paul al noodweer toen hij onderweg hierheen was. En bleek dat het toch uiteindelijk bij ons ook noodweer werd. Wat is er nu gebeurd? Een klein stukje verderop liggen er vier betonnen palen gewoon om waar de elektriciteitskabels doorheen lopen. Dus dat is erg handig. Nou weten we daar redelijk mee om te gaan tegenwoordig. Maar het vooruitzicht dat het nu wat langer gaat duren is even wat minder. Maar dat is ook niet erg. Er zijn mensen die het nog veel erger hebben. Maar ik heb wel iets leuks ontdekt. Ik ga Paul even die lamp uitdoen. Het is een noodlamp. Dat gaat dus niet. Als je namelijk de lamp uitdoet, dan trekt de camera het niet. Maar wat ik wel eigenlijk wil laten zien. We hebben ook twee solarlampjes in het voorhokje, waarvan dan één op afstandsbediening is. En die ene die dus op afstandsbediening is, hebben we even erbij aangezet, zodat er hier licht naar binnen schijnt. En dan zie je dus daar op de muur allerlei, zeg maar, hoe noem je dat? Ja, hoe moet je dat nou zeggen? Je kan een soort meme mee spelen of zo. Zeg maar, je ziet zeg maar. Ja, door die lamp in het voorhokje, als ik bijvoorbeeld dit doe, dan zie je dat dus ook op de muur. Als ik aan het zwaaien ga, als ik mijn knie opdruk. Schaduwen, ja. Hoe? Schaduwspel zit Paul mij te souffleren. Ja, precies, zoiets, ja. In ieder geval heel grappig, maar helaas kan ik het dus niet laten zien. Woensdagmorgen en nadat Paul thuis is gekomen, is er nog iets fout gegaan. Terwijl het toen op zich al redelijk rustig was buiten. Maar Paul mag nu in de ene keer een aantal takken gaan verwijderen, anders komt hij niet weg. En waarschijnlijk moet één stam gewoon echt helemaal verdwijnen. Die lijkt gebroken te zijn. Als je ziet hebt, ligt die zelf ook deze kant op gekomen. Mm-hmm. Ja. Deze, die ligt los. Die moet nog een beetje tegenhouden door die balken die hier liggen. Maar hij is echt gebroken. Ja, hij is echt weg, hij is kapot. Nou, hij gaat hem later vast omhalen. Hij doet nu alleen even de takken zodat hij er uit kan. Hij is eigenlijk al erg laat voor zijn werk. Dus de rest komt dan wel. Ik heb gisteren ontdekt dat er één kikkervisje sowieso achterpootjes aan het krijgen is. En vanmorgen had ik het idee dat ik er minimaal twee zag, waarvan één ze dus echt al gebruikt en de ander nog niet. Maar er zitten er inmiddels echt wel meer die beginnen met de achterpootjes te krijgen. Dat kan ze hier nu net even niet zien volgens mij op de camera. Ik weet niet of die nou op de camera duidelijk is. Ik zag hem wel. Nou, daar zie ik er nog eentje.
zaterdag en onderweg even naar een kennismaking, tenminste Paul dan. En daar gaan we eventjes wat hout ophalen. En er moeten nog boodschappen gedaan worden vandaag, dus we hebben een vol programma. De afgelopen dagen wel denk ik dan in de tuin gedaan, gewoon een onderhoud en zo. Maar niet dat het echt duidelijk was dus. En af en toe zonder stroom gezeten omdat het even aan het werk was, maar gisteren is het voor mij de hele dag goed gegaan als ik het goed zeg. Maar even de vraagteken. Een zondag en we hebben gisteren onverwachts een bus kunnen lenen, dus we konden toch alle boomstammen in één keer meenemen. Hier ligt ook nog een gedeelte en een stukje verderop liggen nog wat kleinere stukjes ook. En deze boom lijkt toch helemaal gebroken trouwens, maar we gaan het zien. Want dan zal hij toch helaas wel echt weg moeten, hoe erg ik het ook vind. Maar ik weet niet of hij echt helemaal overal gebroken is. Ik hoop van niet. Maandagavond ondertussen. En ik was zaterdag tijdens het ophalen van de boomstammen nog tegen het asfalt gegaan. Door samenloop van omstandigheden. Dus ik was daarna helemaal stuk. Gisteren was natuurlijk zondag, dus dan is het altijd een rustdag. Maar gelukkig heb ik dus vandaag nog wat een en ander kunnen doen aan onderhoud. Onder andere hier. Dit is eigenlijk wel goed te zien dat ik hier ben bezig geweest. Op de andere plekken valt het niet echt op. Maar ik ben gewoon lekker aan het rommelen geweest. Wat zijn jullie toch lenig? Alle katten zijn zo lenig, ik weet het. Zou het ze niet nadoen? Eigenlijk niet tijdens het ophalen van de boomstammen, maar daarvoor ging ik onderuit op een gegeven moment. Nou ja, in die zin, ik hoorde nog alles, maar ik kon niet meer op mijn benen blijven staan. En Paul's moeder en een van de kleinkinderen, ons nichtje dus, zijn vanmiddag in ieder geval geland in Hongarije voor 2 weken vakantie. En die komen sowieso minimaal 1 keer hierheen, maar wanneer weten we nog niet. Misschien iets vaker, moeten we even kijken. Dinsdag en vandaag verder gegaan met onderhoud op verschillende plekken en wat opgeruimd, maar ook het pad weer wat groter gemaakt. Wat eigenlijk inderdaad ook onder onderhoud valt, want dat had ik al eerder een keer gedaan. Niet dit trouwens, maar vanaf de andere kant wel. Alleen was het alweer helemaal veel te hoog geworden. Nu zie je er echt wel weer een pad tussendoor lopen. Door het hoge gras, / brandnetels heen. Woensdag, helaas net zelf geconstateerd dat hij echt inderdaad gebroken is, de boom. En Paul die zei het al, maar ik heb het nu inderdaad zelf ook gezien. Dus hij zal echt om moeten, hoe erg dat we dat ook vinden. Ik ben in ieder geval lekker bezig geweest al met onderhoud en zo. Dus. En in huis een beetje aan het rommelen ook. Altijd fijn. Zaterdag en ik dacht eigenlijk dat het beter weer zou worden dan gisteren, maar het heeft alweer een aantal keer flink geregend en het begint nu ook alweer te spetteren. Ik heb gisteren uiteindelijk ook nog even het zonnetje gezien, maar daarna trok het alweer helemaal dicht. Werd het echt weer noodweer 's avonds ook. Nou goed, ik heb in ieder geval gisteren heel weinig kunnen doen, alleen een beetje opruimen. En vandaag een beetje met onderhoud bezig, maar ook niet dat je dat kan zien en een klein beetje opruimen ook. Maar goed, ik hoop dat het zonnetje zo weer terugkomt.
zondag en we gaan even een ander soort voer proberen ook voor de kikkervisjes. Het ging ietsje sneller dan mijn bedoeling was. Maar een aantal lijken het wel lekker te vinden. Het zijn muggenlarven. We blijven ook de algenblokjes gewoon geven, maar een beetje en, zeg maar. Ja. En verder hoop op een rustig zondagje. De auto zou morgen naar de garage, maar Paul liep gisteravond al vast in Kappenzwaar. Dus we moeten ook even zien hoe het allemaal gaat lopen. Maar goed, later.